Ik heb een aantal jaar geleden de Bataclan-aanslag overleefd in Parijs, 2015, 13 november 2015. De Turma cultuurfabriek in Zevenaar staat vandaag in het teken van vrijheid. Ferry Zandvliet is een van de overlevenden op de aanslag in de Bataclan. Hij ging met vrienden naar een concert toen een groep terroristen het vuur opende op het publiek. Vandaag geeft hij een lezing aan leerlingen van het Liemers College. En wij zijn erbij. Nou, kan je jezelf misschien even kort voorstellen en waarom je hier vandaag bent? Mijn naam is Ferry Zandvliet en ik heb net een vrijheidscollege mogen geven. En waar ging die lezing over precies? Ik heb een aantal jaar geleden de Bataclan-aanslag overleefd in Parijs, 2015, 13 november 2015. Dus ik heb het onderwerp vrijheid heb ik daar gekoppeld. Vrijheid soms ook op een verkeerde manier gebruikt kan worden, zoals het door de terroristen is gedaan. En ik heb ingezoomd op de levenslessen die ik tot mij zijn gekomen de afgelopen 7 jaar. En die heb ik met het publiek gedeeld. Maar daarom staan we dus ook heel dicht bij een nooduitgang in de buurt. Leek ook aan die kant te zijn. En die plek die zal niet veel later deze avond ons leven gaan redden. Ik las een foto op social media die avond. Deze foto die je achter me ziet. Ik check in de Bataclan, dus iedereen die mij toen volgde, die werd er ook aan herinnerd dat ik in Parijs was. En wat is nou precies de boodschap die je dan aan de leerlingen mee wilt brengen? Nou, vandaag vond ik het wel belangrijk om te onderstrepen wat een groot goed vrijheid eigenlijk is. Dat wij dat hebben in Nederland. Dat het iets is waar we heel zuinig op moeten zijn, maar wat je ook niet moet misbruiken natuurlijk. Maar verder ook dat je niet in de boosheid moet blijven hangen naar tegenslagen in het leven. Dat zijn lessen die ik ook wel belangrijk vond om ook nog erbij te stoppen. En als je dan zou moeten omschrijven, waar staat vrijheid voor jou voor? Dat vind ik persoonlijk, dat je kunt zijn wie je wil zijn en kunt zeggen wat je wilt zeggen in een land en daar niet op afgerekend wordt. Wat vond je van de lezing van Ferry? Ik vond het heel indrukwekkend. Het idee dat iemand zoiets meemaakt en in zulke snelle tijd dat het gebeurt, dat lijkt me echt gewoon heel onrealistisch om mee te maken. Ja, het maakt wel veel indruk op mij. Ik zeur soms best wel veel over best wel kleine problemen, maar nu hij zo zijn verhaal heeft verteld, denk ik toch wel dat ik daar minder moet gaan zeuren en wel moet genieten van de kleine dingen om me heen. Ja, ik vond het wel interessant. Gewoon hoe hij zijn verhaal deed en hoe hij zo positief naar het leven kijkt. En wat is je bijgebleven? Wat vond je het meest indrukwekkend? Indrukwekkend dat hij naar die ouders is gegaan. Zou het zelf nooit kunnen, dus ik vond dat bijzonder. Hoe je daar zo toe in staat bent dan. Ja, dat hij daar eigenlijk moest liggen op de grond met iedereen erbij. En dan... Ja, en dat hij ook de familie van een terrorist had ontmoet. Dat vond ik ook wel heel bijzonder, want zelf had ik dat nooit gedaan. En is er dan ook iets wat je geleerd hebt van deze lezing? Iets wat je bij is gebleven? Dat je niet om alles boos moet zijn en dat je gewoon positief moet kijken. Waardeer gewoon het kleine wat er is. En het kan zo snel voorbij gaan in principe. Wat betekent vrijheid voor jou? Dat je kan praten met anderen. Dat je kan gewoon je mening zeggen en ik vind dat daar niet gestraft op kan worden of wat dan ook. Dat ik gewoon dingen kan doen zodat het niemand schaadt. Geloof wat ik wil geloven en doen wat ik wil doen. Ik denk toch wel dat je in de basis wel kan doen wat je wil. Maar dan, ja, er zitten natuurlijk wel grenzen aan. Komende maanden zijn er nog tal van activiteiten te bezoeken rondom het thema vrijheid. Wil je meer weten? Check de website van de BIEB in de buurt of ga naar www.vrijheidgelderland.nl.